Na weken van goed voetbal wil Peter Maas met Lokeren in het Stade du Pays weer punten rapen. Ayanda Patosi heeft voor het eerst in 10 maanden een basisplaats beet. En voor de ref Thierry de Riek is het zijn tweede match op eerste klasse niveau. Milicevic, Polle. Ook die bal was te ver van de voet. En zo moest hij inleveren. Remakelen op zijn beurt ook. Polle geeft mee met Kaya. Kaya heeft al gekeken en kan hij... Ja, hij kan Neeskens Kebano bereiken. En volop enthousiasme devieert hij de openingsgoal in doel. En snel balverlies bij Lokeren. En dan de snelheid van Kaya. En dan is er ook nog een deviatie van Taravel, denk ik. Die probeert te voorkomen dat Neeskens Kebano die bal in doel devieert. Maar wat telt is dat de netten trillen. 1-0 de voorsprong na 7 minuten. We naderen het half uur en stilaan maar zeker gaat Lokeren net wat meer doordrukken. Net wat meer creëren ook. Maar bijvoorbeeld Harbaoui wel in buitenspelpositie. Op die manier blijven de grote doelpogingen voor Lokeren zeker uit. Remakelijk. Ja, dit keer de overtreding en de gele kaart voor Kaya. Even van achteren aangetikt en zo gaat hij neer. Want de Achillespees, denk ik. De verzorging mag komen. De rust komt er zo meteen aan. Misschien wacht Peter Maas dat nog af. Alles is ingepakt. De kans is groot dat de match erop zit voor Remakelijk. Niel de Pauw aan het begin van de tweede helft als vervanger van Remakelijk. Ook bij Charleroi is er een wissel. Kebano bleef binnen en Daf komt erbij. De baas moet uitkijken, want Harbaoui gaat storen. Misschien de voet net wat te hoog, maar het mag. Het passeert en de voorzet komt net niet bij Overmeijer. Ja, die wil nog een penalty, want die werd eigenlijk lichtjes getrokken. Maar de penalty kan hij vergeten. Stilaan richting het duur. En nog eens Charleroi met François. Die is weer knallen. Ja, Koppa zag hem wel goed komen. Maar was er toch ook niet helemaal gerust op. De Pauw zoekt de combinatie met Van Aken. Die is meestal nog van de bal vaste. Scholz inspelen op Persons. Als het snel gaat misschien. Of als Mandanda het niet perfect doet. Dan doet Harbaoui het wel. Nou ja, het gelaat van Peter Maas zegt veel. Ja, Charleroi had eigenlijk alles onder controle. Een uur lang. En 1 minuut later. Toch Harbaoui. Het ging plots wat sneller. En dan lossen van het schot van Persons. Harbaoui op de loer. Als een spits met vertrouwen. Nummer 9 voor nummer 9. 3 minuten na de gelijkmaker. Kaya met de standaardfase voor Charleroi. Ederson, niet alleen hij. Er was ook nog de redding van Koppa nodig. Het koppen was van Ederson. Deze poging van Mark. 20 minuten nog. Ederson. Polle. Aflegger voor Kaya. Kaya met de voorzet. Polle. Het was een goede kopkans. Niet toevallig. Maar toch weer eens een actie van Kaya. Die bij de thuisploeg toch wel bedrijvig en slim acteert. Van Aken. En wacht even. En dan Harbaoui. Had niet aangevoeld dat ook Persons mee was. Een uitstekende kans was het. Om daar wat van te maken. Intussen zijn we aan de overkant. Bij Milicevic. Oudré. Dat is een invaller. Oudré. Op doel. En dan de flater van Koppa. Oh la la. Barry Boubacar Koppa. Een schot van Oudré dat geen problemen zou mogen opleveren. Doet dat wel.
En dan gaat Taravel troosten. Nou, het zal toch even aankomen bij Koppa en bij uitbreiding bij Lokeren. Want de tijd is kort om dit recht te zetten. Er is minder dan een kwartier over. Taravel. Galicios. Nog altijd Galicios. Daar is Harbawi. Ja, je weet maar nooit. Maar het was eigenlijk een goede kans in blessuretijd. En zelfs dit soort kansen heeft Lokeren niet te veel afgedwongen. Pollet. Gaat hier nog voor gaan. Mooi. Die versnelling van Pollet. En dan nog de tackle. Zuiver. Maar je kan het ook als een terugspeelbal zien, dacht ik. Het is voorbij. Het laatste fluitsignaal levert Charleroi een 3 punten erop. Een belangrijke. En voor Lokeren is het toch de 4e nederlaag in de laatste 6 matchen. Qua puntenwinst is dat net te weinig. Charleroi 2, Lokeren 1.